Ass on the back, look like Lex, sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Hallo kijkers van het kanaal Visionet.nl en welkom bij vandaag een nieuwe gastrol op dit kanaal. Zoals jullie horen ben ik niet Visionet.nl en dat heeft alles mee te maken omdat Chris helaas ziek is en Karla's geen video's maken voor ons. Dus had hij een oproep gedaan op Twitter om te vragen of er gastrollen konden worden ingestuurd. Zodat in ieder geval de subscribers die niet volgen op Twitter sowieso weten wat er met hem aan de hand is. Hij is dus ziek en we wensen hem natuurlijk heel veel beterschap. En we hopen gewoon dat hij heel snel weer beter is. Even kort over de achtergrond gameplay. Het is een 568 op terminal en het is op de PC opgenomen en ook op de PC gehaald dus. En dat is ook een beetje mijn onderwerp voor vandaag. Maar eerst, ik ben Vaag Junior en voor de meeste mensen die me niet kennen, ik upload één keer per maand een compilatie op het kanaal van Fish. En ik wil vandaag met jullie gaan hebben over PC gaming, want PC gaming is eigenlijk iets wat de laatste jaren nogal afzwakt. Vroeger had je echt heel veel PC games die echt alleen op PC gespeeld konden worden en de laatste jaren sinds de opkomst van de PlayStation 3 en de Xbox 360 bijvoorbeeld, heeft het een beetje voor gezorgd dat PC-gamers toch weer iets minder op de voorgrond zijn. PC-gaming werd vroeger al echt bijna iedereen gedaan, omdat er eigenlijk nog niet zoveel keuze was. Je had een PlayStation 1, je had een Nintendo 64, je had nog een oudere Nintendo, maar dat is alweer voor mijn tijd. En dat zorgde er eigenlijk voor dat je, als je echt bijvoorbeeld een shooter wou spelen of echt een race game of zo, dat je wel automatisch naar de PC ging. En ook heel veel exclusives die nog voor PC uitkwamen. Maar eigenlijk sinds de opkomst van Xbox 60 en de PlayStation 3 is het eigenlijk wel jammer dat de PC-gaming toch steeds minder, ook door de gamemakers, gewoon serieus genomen wordt. Ze worden minder voor PC gemaakt. En ik ben dus een PC-gamer en ik vind het persoonlijk zelf jammer, maar ik begrijp het aan de andere kant wel. Want als je kijkt naar console-gaming, naar de Xbox 60, nu de Xbox One en naar de PlayStation 4, dat is eigenlijk een beetje wat het makkelijkste is om te doen als je bijvoorbeeld een kind bent van 13 of 12 en je hebt geen bestand van console en PC en dat soort dingen. Het enige wat je hoeft te doen eigenlijk, je hoeft de keuze te maken tussen een PlayStation 4 en een Xbox One. En je gaat gewoon naar de winkel, je koopt er eentje en je kan gewoon gelijk beginnen. Want bij een PC is het tegenwoordig zo, je moet echt gaan nadenken of je moet die mensen voor je laten nadenken om een goede PC in elkaar te laten zetten. En natuurlijk alle games natuurlijk worden steeds mooier worden, dus de graphics worden steeds mooier, de functies worden steeds uitgebreider van games. De ideeën zo, dat wordt allemaal steeds uitgebreider, daardoor moet je dus op PC veel meer nadenken van kan mijn PC deze game wel aan, moet ik dit upgraden, moet ik dat upgraden, moet ik hier iets van kopen en dat zorgt er eigenlijk voor dat console gaming eigenlijk veel makkelijker is en ook veel beter voor geschikt is voor bijvoorbeeld kinderen, vooral de kinderdoelgroep, ook voor de volwassenen trouwens, want niet ieder volwassene heeft natuurlijk verstand van welke PC je moet kopen, welke console je best kan kopen en zo. En dan is het toch makkelijker om een PlayStation 4 Xbox One te kopen dan dat je een PC koopt. En zelf ben ik wel benieuwd eigenlijk naar jullie kijkers of jullie bijvoorbeeld heel veel op PC gegamed hebben vroeger en of de mensen het nog steeds doen, want natuurlijk is er een heel groot verschil tussen mensen die het nog steeds doen en die het eigenlijk gaan overstappen naar console. En ik denk als je eenmaal overstapt naar de console, zodat je dan steeds minder de behoefte krijgt om terug te gaan naar de PC. Dus daar ben ik wel benieuwd naar, dus laat even je mening achter of jij ooit op console gegamed hebt en of jij het op PC gegamed hebt en ooit nog terug gaat naar PC gaming. Omdat je denkt dat echt gewoon console eigenlijk de toekomst is. Ik denk persoonlijk dat console de toekomst is en uiteindelijk gewoon heel veel mensen die nu nog steeds PC gamen ook overgestappen. Ik zelf ga binnenkort ook proberen om over te stappen naar een console, maar dat heb ik nu niet de hoogste prioriteit, vandaar dat het nog niet gebeurd is. En verder heb ik er eigenlijk niet zo heel veel over te vertellen, want het is gewoon heel overduidelijk natuurlijk dat console op dit moment gewoon de overmacht heet, ook als je kijkt naar gamebeurzen en dat soort dingen. Meestal als een game uitkomt is het altijd wel een exclusief op de Xbox One of op de PlayStation 4. En exclusief voor de PC's worden eigenlijk niet meer gemaakt. Ook als je kijkt naar GTA 5 laatst, die komt echt meer dan anderhalf jaar later uit dan de Last Gen versie. En meer dan een half jaar later uit dan de PlayStation 4 en de Xbox One versie. Dus dat zegt ook wel wat over hoe serieus de gamemakers nu nog kijken naar PC gaming. Omdat natuurlijk PC gaming ook heel makkelijk gedownload kan worden en dat soort dingen. Dus de winstinkomsten komen er ook steeds minder uit. Maar dat is in ieder geval een beetje wat ik over PC gaming heb te vertellen. Ik ben in ieder geval nog steeds een PC gamer en ik ben benieuwd of er nog mensen zijn op het kanaal Visionet.nl die hier kijken en die nu zeggen van ik game nog steeds op PC en laat even weten of jij dat ook doet. Of jij nog PC gamet of welke console je hebt überhaupt. Welke console vind jij op dit moment het beste of welke console zou je op dit moment zo graag willen hebben? In ieder geval laat het even achter en dan wil ik Visionet bedanken voor deze gastrol en nogmaals veel beterschap mensen en hopen dat die morgen echt weer beter is, want natuurlijk fysiek zijn is natuurlijk niet fijn.
In ieder geval bedankt voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vonden. En ja, we weten jullie dan een andere keer of op mijn kanaal of op het kanaal van VisionHaterNL. Sowieso kunnen jullie gewoon altijd gewoon een compilatie checken. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer misschien.